Iedereen weet, en onderzoek bevestigt dat ook, dat hoe jonger je aan cultuureducatie begint en jongeren goesting doet krijgen in cultuur, hoe beter. Jeugd was daarmee bezig, onderwijs is daarmee bezig en ook cultuur is daarmee bezig. En eigenlijk is het een gemiste kans dat we allemaal in ons eigen hokje blijven. En daarom hebben mijn collega Pascal en ik zelf beslist, laat ons samen eens kijken hoe we dat kunnen versterken. Laat ons samenwerken, laat ons die schotten doorbreken en samen echt een lans breken voor cultuureducatie voor jongeren tussen 0 en 18 jaar. En vandaar onze nota. Kinderen van nature uit zijn heel verwonderd en hebben heel wat manieren om eigenlijk hun verwondering uit te drukken. En als we echt kijken naar het onderwijs vandaag, dan merken we eigenlijk wel hoe ouder kinderen worden, hoe minder creatief ze worden. En eigenlijk is de kunst van het ouder worden of het opvoeden, misschien wel een stuk het kind bij je houden, maar ook vooral die creativiteit bij je houden, die verwondering bij je houden. En uiteindelijk draait het daar toch over in kunst, cultuur, beleving. Het is heel belangrijk dat kinderen, dat jongeren, dat zij zo vroeg mogelijk met cultuur en kunst in contact komen. Dat is goed dat in onderwijs, in de school gebeurt, maar ook daarbuiten in de vrije tijd, met de ouders, grootouders. En daar proberen we echt de nadruk op te leggen, zodanig dat jongeren ook de kans krijgen om hun eigen talenten te ontwikkelen, maar ook de kans hebben om te participeren aan cultuur en kunst en op die manier ook later echt de goesting in cultuur mee hebben en dat hun hele leven meedragen. Het is een heel actieplan, hè, waar we eigenlijk niet altijd het warme water opnieuw willen uitvinden. Maar het belangrijkste is dat we naar die structurele samenwerking gaan. Dat we die ook gaan verankeren. Niet alleen tussen ministers, maar ook tussen ambtenaren, tussen allerlei commissies die er zijn. Belangrijk is ook dat we, wat we dan in ingewikkelde woorden, een leerlijn noemen. Dat wil zeggen dat we vanaf het kleuteronderwijs tot eigenlijk het hoger onderwijs daar aandacht voor willen. Dat we dat willen integreren in het curriculum, cultuur, educatie. Dat we ook daarbij aan kwaliteitsbewaking gaan doen. Vooral ook dat we expertise-netwerken gaan uitwerken. Daarmee bedoel ik dat we de handen in elkaar slaan, want er is natuurlijk al heel wat ervaring, dat we van elkaar leren en ook het allemaal samenbrengen en vooral ook delen naar de scholen die er zijn. Daarnaast hebben we ook heel wat acties om toptalent, want niet iedereen is een toptalent, maar we hebben wel toptalent, om dat toch vrij vlug te ontdekken, om die kinderen dan ook de kans te geven om te groeien. En wat ik ook wel belangrijk nog vind, is alles wat te maken heeft met leesplezier. Onze kinderen kunnen over het algemeen wel goed lezen, maar ze lezen eigenlijk niet zo graag. Dus daar moeten we opnieuw ook op inzetten en dat is opnieuw weer cultuur en onderwijs die zullen samenwerken. Als ik vanuit cultuur kijk, dan zijn er voor mij toch wel twee belangrijke pijlers. Dat is één, dat we de expertise die er is, dat we die gaan delen. We gaan expertise-netwerken, cultuureducatie oprichten per regio. We gaan daarvoor een projectoproep doen, zodanig dat we daar echt aan uitwisseling van ervaring kunnen doen. En twee is degene die cultuureducatie geeft, de cultuureducator. We gaan zorgen dat we daar een duidelijk competentieprofiel hebben, dat we hen ook goed kunnen opleiden. En vanuit cultuur vind ik dat heel belangrijk dat er ook een kwaliteitsbewaking is. We gaan ook een aantal kwaliteitskenmerken aan die cultuureducatie linken, zodanig dat er echt een garantie is dat die cultuureducatie ook jongeren echt goesting doet krijgen in cultuur. Het grootste vernieuwende in die nota is dat er gewoon wordt samengewerkt. En dat lijkt misschien wel een hele evidentie te zijn, maar dat was het op heden niet echt. Dus dat we cultuur, onderwijs en jeugd doen samenwerken, alle kennis delen en dat we dat ook structureel verankeren naar de toekomst toe. En dat is denk ik, als we binnen 10, 20 jaar geschiedenis zal schrijven, dan zal men zeggen dat was een zeer goede beslissing.